SVVV, de cool, de club, de kleuren. Welkom bij VVV TV. Zometeen de voorbeschouwing op de wedstrijd van komend weekend tegen ADO Den Haag. We hebben een interview met de trainer over zijn tijd als international van Oranje. En uiteraard weer de vragen bingo. Maar we gaan eerst even kijken naar het laatste VVV nieuws van afgelopen week. En daarna ook direct de beelden van de wedstrijd tegen FC Utrecht. In de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag kun je voor het eerst gebruik maken van de VVV Venlo Man of the Match app. Met de app kun je tijdens de wedstrijd stemmen op jouw man of the match. En word je als speler uiteindelijk daadwerkelijk man of the match, dan maak je ook nog eens kans op mooie prijzen. Travis Cooper heeft deze week een 2-jarig contract getekend bij VVV. De 18-jarige Australiër was de afgelopen 2 weken op proef en maakte daarin een goede indruk. Cooper komt van het Australische Central Coast Mariners en is zoals hij zelf zegt een exciting winger. You have to explain that. Okay, I like using my speed and I like tricks, so trying one-on-ones with defenders, so that's what I love and enjoy them. In 1959 won VVV ten koste van ADO Den Haag de KNVB-beker. Van het legendarische elftal zijn er 4 spelers over. Willy Erkens, Toon van den Hurk, Hans Sleven en Jacques Cordang. Zij kregen dinsdag namens Derbystar een bijzondere bal overhandigd. Derbystar, ja, vroeger wordt het anders, maar Derbystar die leveren de ballen aan de meeste eredivisieclubs. We hebben ook een afspraak met Derbystar. En die zijn gekomen tot een heel mooi collectors item. De bal hoe vroeger mee gespeeld werden. En daar hebben ze opgezet ADO VVV 1-4, 17 juni 1959 in het Zuiderpark. Nou, ik hoef je dat verder niet te vertellen wat er gebeurd is. En we gaan straks aan onze supporters aanbieden deze bal voor een mooie prijs in de fanshop. Maar allereerst, en ik, dat heb je absoluut verdiend, krijg hier deze bal van ons cadeau. Kunt u hem eens even laten zien en kijken wat er, laten zien wat er op staat? Ja, ik heb mijn bril niet op, maar ja, wat staat erop? De spelers staan daar helemaal allemaal op. Oh ja, dat staat allemaal. Die dat mij gedaan hebben. En de reservespeler natuurlijk ook. Ik weet dat we het finale zullen spelen eigenlijk in de Goffertstadion. Nee, dat is, in Venlo. Of in Venlo zullen spelen. En toen heeft ADO heeft dus uitgenodigd om te spelen op het terrein in Zuiderpark, ADO. En dan wordt er een bepaald bedrag betaald aan VVV. We hebben ook gewonnen met 4-1. Dus dat was natuurlijk 2 maal de winst binnen. Ja, je zag dat doen, die gewoon pakken. Dat was hartstikke leuk. Ja. Zaterdag zijn de spelers te gast als VVV het opneemt tegen dezelfde tegenstander als 53 jaar geleden, ADO Den Haag. Doelman blijft staan. Forstemans. Mogelijkheid. En de goal. Oh, zomaar. Van der Marel rolt zich er doorheen. Krijgt die bal hard voor en dan zit hij erin via Azare. Je weet dat vaak bij jonge spelers dat het wisselvallig is. Dat hoop je niet. Maar ja, vandaag was het wat dat betreft weer een stuk minder dan vorige week. Over het algemeen moeten we het toch wel hebben van onze thuiswedstrijden. Dus ja, je rekent je niet rijk. Je zegt niet van tevoren 2 wedstrijden 6 punten thuis. Maar je kijkt wel van, ja, het zijn toch een beetje de wedstrijden waar het in moet gaan gebeuren eigenlijk voor ons. En dan is het gewoon jammer dat je er nu met lege handen staat. En de kopbal, niet onaardig van Nielsen. De kansen van Duplan. Dan wordt het een flipperkast en gaat de volgende mogelijkheid van Bulthuis er ook niet in. En moet hij er vroeg of laat wel een keer in. En is het uiteindelijk Van der Gun die bal over de doellijn werkt. Te veel spelers die worstelden met zichzelf. En we hebben natuurlijk een heel jonge, onervaren ploeg, vergis dat niet. Er zijn natuurlijk spelers bij die nauwelijks of helemaal geen eredivisiewedstrijden gespeeld hebben. Gernd, nu wel goed weg. Oh, een eigen goal. Nee, de paal. Is dit de beslissing? Maanta zit ernaast en Gernd maakt 1-3. Als je nu de wedstrijd ziet, hier is alles weg. We waren geen team meer. En ja, we krijgen ook die goals ook, ja, stom tegen. Ja, en dan kan je niet winnen.
je ziet wel dat wij als team een hele goede prestatie moeten neerzetten. Willen wij resultaten en punten krijgen. En als wij als team dat niet voor elkaar kunnen krijgen, op welke reden ook, of een paar spelers die wat minder zijn, ga je het gewoon heel moeilijk krijgen. En dat zou elke wedstrijd zo zijn. We zijn er 2 wedstrijden onderweg. Er zijn er nog 32 spelen. En de nodige punten kunnen nog gewoon gehaald worden. We moeten niet doen alsof we helemaal in een wrak zitten. Of dat we er niks van kunnen. We hebben laten zien dat we het wel kunnen. En het is gewoon zaak dat we dat gewoon volgende week laten zien. Vorige week waren 4 VVV'ers op pad met hun nationale elftal. Het zijn niet de enige internationals bij VVV. Want ook Ton Lokhoff speelde in de jaren 80 2 interlands voor Oranje. Lokhoff, gelukt. Weer Lokhoff. De eerste was in Oostenrijk uit en de tweede was in Hongarije uit. Dat zijn 2 memorabele wedstrijden ook geweest. Dat kan je wel zeggen. De eerste was onder leiding van Rinus Michels. En dat was in Wenen, min 15 of zo, min 20, keihard veld en verloren daar met 1-0 door een eigen doelpunt van mijn toenmalige ploeggenoot bij PSV, Michel Valk. Een beetje valse start, die tweede won je wel. Ja, die was heel memorabel omdat we die moesten winnen om nog play-offs te halen tegen België. Dat was in Hongarije, die was daar geplaatst, er was 80.000 mensen in Boedapest. Die speelde ik in de basis, werd ik in de rust gewisseld. 0-0, moesten winnen. Het kwam Rob de Witt erin. Naderhand nog ernstig ziek is geworden met een hersenbloeding. Ja, ik denk dat iedereen die goal zich nog herinnert. Het was een fantastische goal en hij slaat hem door de defensie van Hongarije. En hij maakte de 1-0, waarop wij naderhand nog kans hebben gehad om ons te kwalificeren voor Mexico. De Witt gaat zelf. Oh, is dit hem? Wordt dit hem? De Witt! Ja! Rob de Witt, wat een schitterende actie van die invaller. Het was natuurlijk wel een eer om uitgenodigd te worden. Maar het is niet zo dat je daar als broekje bij kwam. Want ik was ondertussen ook 4 of 25. En ik kon natuurlijk iedereen goed. En zeker van mijn eigen ploeg. Dus het was. Maar nogmaals, om voor je eigen land te spelen. Dat, ondanks dat het maar 2 keer was. Zijn dat dingen die je natuurlijk nooit meer vergeet. Het is bij 2 gebleven. Waarom is het maar bij 2 gebleven? Ja, ik zat in die fase wel bij een groep van 22, 23 internationals. Toen ging er geloof ik nog altijd maar 16 mee, als ik het goed heb. Ik ben toen naderhand in 85 als mijn laatste tegen Hongarije. Toen ben ik in 6 dagen ben ik naar Frankrijk gegaan. Ja, en toen raakte hij toch wat min of meer uit de picture. Natuurlijk kreeg hij bij zijn debuut als international ook het traditionele haasje van de KNVB. En die had hij ons ook graag willen laten zien. Ik heb toen ik een jaar of 19 of 20 was, een van mijn eerste jaren in de Eredivisie, heb ik een keer een zilveren schoen gewonnen. Ik was toen nog van de Telegraaf, geloof ik, en als de meest talentvolle speler van Nederland. Kreeg je daar een mooie zilveren schoen voor en die stond toen nog, ja, toen was je nog trots, die stond toen nog zeg maar in de huiskamer. En toen kreeg ik mijn interland en toen kreeg je zo'n mooi haasje. En dat weet ik nog wel, dat heb ik toen in die schoen gedaan. En ik denk dat het nog in de schoen zit, alleen ik weet niet waar de schoen staat. Dus. Ik moet dat toch nog eens aan mijn vrouw vragen, want die weet dat beter dan ik. Maar ik denk, het lijkt me sterk dat het weg is. Ik denk dat ik het nog wel thuis ergens heb staan. In ieder geval niet meer in de woonkamer. Maar waarschijnlijk zal het nog ergens op zolder bij de oude shirts nog liggen. Lokhoff nu rechtsuit halen. Op het kazerneterrein wordt hard gewerkt om de grond bouwrijp te maken voor de bouw van het MSC. Ook achter de schermen zijn diverse partijen druk bezig met de ontwikkeling van het complex, wat ook het nieuwe stadion van VVV behoort. De design, beeld en maintain aanbesteding is inmiddels in gang gezet. Dit houdt in dat de aannemers een bod gaan doen voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van het MFC. 3 kandidaten gaan een bod doen. BAM, Volko Wessels en het Duitse Walter Helmich. Hun bod moet op 17 september binnen zijn. Eind november maakt de gemeente haar keuze bekend. Het definitieve ontwerp van het MFC zal vervolgens in het voorjaar van 2013 worden gepresenteerd. Het is nog even wachten dus, maar het nieuwe stadion komt steeds dichterbij. Vorige week haalde Quint Kruijsen nummer 10 eruit. En nummer 10 is natuurlijk... I'm Bobby Cullen. We gaan even kijken naar de vraag van Quint. Wat voor haarkleur heb jij normaal gesproken? Want je hebt al zoveel haarkleur gehad bij VVV. Wat is je echte haarkleur? Harlequin.
My original hair color is black. I often dye my hair. You understand? Okay. Now it's your turn. Yeah. You can. Turn. Which number is it? It's number 3. Who is number 3? Do you know it? Maya Yoshida. Maya! Yeah. I bet you have a nice question for him. Okay. Think about it. Yeah, I think about it. Okay. Alright, Bobby. Do you have a question for Maya? Yes, I have. Tell him. なんでそんなに女の子が好きなの? English, please. I'm sorry, yeah. Why you like so much girls? I can't understand, sorry. Volgende week het antwoord van Maya Yoshida. Zaterdag speelde VVV de tweede thuiswedstrijd van de competitie tegen ADO Den Haag. ADO speelde de eerste twee wedstrijden van de competitie allebei met 2-2 gelijk. Eerst thuis tegen RKC en vorige week in Arnhem tegen Vitesse. Met 2 punten vindt ADO zich terug op plaats 10. VVV staat daar met een grote groep clubs 1 punt achter. Als we kijken naar de historie zien we dat VVV 13 van de 22 ontmoetingen won. ADO won er 5 en 4 keer eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Een bijzondere wedstrijd tegen ADO Den Haag vond plaats op 3 mei 2002. Het was namelijk de laatste wedstrijd van twee VVV-iconen, Maurice Graaf en John Rooks. Een afscheid in stijl, want VVV won de wedstrijd met 4-1, met uiteraard een goal van Graaf. De vrije trap komt van Maurice Graaf en jawel hoor, in zijn laatste wedstrijd scoort hij prachtig via de onderkant van de lat. De grensrechter geeft meteen doelpunt, dus de actie van Hofstede was niet meer nodig. Wel, voor de zekerheid stond natuurlijk topscorer Bernard Hofstede weer erbij, maar de goal komt aan van Maurice Graaf. En hij bedankt natuurlijk John Rooks, zoals in oudere tijden. Dan is het zover, Maurice Graaf gaat eraf, hij heeft 51 minuten mee mogen doen. De spelers bedanken en het publiek ging ervoor staan. Graaf op de schouders, een handje van John Rooks. En dan is het echt de allerlaatste keer als speler dat Maurice Graaf van het veld gedragen wordt. Dat was een jaar of 10 geleden. Zaterdag komen de Hagenaars opnieuw op bezoek in Venlo. En dan mist trainer Lokhoff, net als vorige week, nog altijd een handvol spelers. Rijmerik is nog geblesseerd, Maguire is nog geblesseerd, Altair is nog geblesseerd. Travis Cooper uit Australië is nog niet speelgerechtigd. Dus het zal een beetje, wat dat betreft, dezelfde selectie zijn als vorige week. Ja, Rijmerink trainde vanochtend wel mee. Ja, dat was de eerste keer. Deed de warming-up mee, dat ging goed. Toen hebben we naar de hand in de partij gespeeld, heeft hij ook meegedaan. Moeten we kijken hoe dat hij reageert, want hij heeft natuurlijk wel heel veel gemist. Dus, maar ja, iedereen die terugkomt, die fit is, daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Alleen we moeten het ook niet forceren, dus dat heeft in ieder geval nog wel even zijn tijd nodig. Ricky, hoe was de training vanochtend? Ja, het was wel een goede training. We hebben partijspel gespeeld hoe we het weekend willen gaan spelen. En ja, het ging wel goed. Hoe gaan we spelen dit weekend? Ja, dat zien jullie zaterdag wel gaan spelen. Ik gok 4-3-3 en Ricky van Haar op middenveld. Ja, wie weet. Ik ga er zelf wel vanuit dat ik speel, maar de opstelling is nog niet helemaal bekend, tenminste. We hebben het niet te horen gekregen, dat krijgen we op de wedstrijddag zelf. Dus ja, dat zie ik dan wel. Maar jij speelt, neem ik aan. Het gaat lekker. Ja, op zich met mezelf gaat het wel goed. We hebben twee wedstrijden, tenminste ik heb twee wedstrijden wel aardig gespeeld. Maar ja, de resultaten zijn er nog niet, dus dan ben ik zelf ook nog niet helemaal tevreden. Nou, dat was balen afgelopen week, hè? Ja, klopt. Tegen Utrecht kwamen we wel goed op voorsprong. Maar ja, daarna gaven we gewoon de wedstrijd uit de handen. En, ja, was zonde. Nou, het moet wel fijn zijn dat je dan een week later weer thuis mag. Dan kun je die fouten met z'n recht zetten. Ja, daar gaan we zeker voor het weekend tegen ADO. Het zal wel lastige tegenstander zijn, maar ja, we moeten gewoon ons ding doen en dan moet het kunnen. Behoorlijke ploeg hebben zich aardig versterkt. Natuurlijk de bekendste versterking Danny Holle, die wij graag wilden houden. Nou oké, okay, dat die koos voor ADO. Is natuurlijk al heel belangrijk geweest in de eerste twee wedstrijden met goals. Maar niet alleen Holle, ook andere spelers. Dus ze hebben 2 keer gelijk gespeeld. Een ploeg waar natuurlijk wel mogelijkheden tegen kan krijgen. Maar die ook zeker aanvallend wel kwaliteit hebben. Dus... Ja, volgens mij is het ook zaak om geen vrije trappen weg te geven rond de 16. Ja, het liefst heb ik dat ze helemaal niet bij onze 16 komen. Je weet dat Holland een specialist is. En ik vind dat wij hebben ze nog niet echt gehad, maar bij ons kan Van Haren ze ook fantastisch raken. Dus wij moeten juist ook zorgen dat wij in die omgeving zelf ook de vrije trappen krijgen. En wat je zegt, dat klopt.
Tot zover deze aflevering van VVV TV. Zaterdag 7:15 hier in het Stadion Koel. De wedstrijd VVV tegen ADO Den Haag. Bedankt voor het kijken.